Een probleem is, als we kijken naar de statistieken, dat het aantal ernstige ongevallen bij fietsers toeneemt. Terwijl eigenlijk alle andere statistieken nemen af, maar ernstige ongevallen bij fietsers neemt toe. Kijken we in detail naar de cijfers, dan blijkt dat het gaat om enkel voertuigongevallen. Dus ze worden niet overreden door een bus of een auto, ze vallen gewoon om. En het zijn voor het merendeel zo'n 75% ouderen. Aangezien ze zomaar omvallen, is de stabiliteit van het voertuig speelt dus een rol daar. En wij kijken dus naar van, is het nou zo dat zo'n voertuig voor ouderen gevaarlijker is? Bijvoorbeeld de bekende vraag elektrisch ondersteunde fiets. Is het nou gevaarlijk voor ouderen? Nou hebben we een klein onderzoekje met de SWOF voor gedaan en daar blijkt eigenlijk dat dat best wel meevalt. Ze hebben ongeveer dezelfde snelheid in het verkeer als de normale fietser. Dus in die zin is het niet gevaarlijker, maar waar het wel gevaarlijker is, is bij het op- en afstappen. Dat is bij hele lage snelheid of snelheid nul. Die fiets is vrij zwaar, ze zijn niet gewend om die fiets te opereren. Dus daar gaan nog een aantal dingen mis. Wat ook interessant is, is de beheersing van het voertuig in het verkeer, wat steeds intenser wordt. Je zou dat wel uit willen proberen, maar je gaat niet een ouder op een fiets zetten zomaar in het verkeer. Dus je wil dat in een veilige omgeving doen. Daarvoor ontwikkelen we een fietssimulator. Die staat dus gewoon in het lab, waarbij je een virtuele omgeving hebt en waarbij je dingen uit kan testen op een veilige manier.